Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Van het zuiden uit trekken wat wolkenvelden het land in, maar er is ook zeker nog ruimte voor de zon. Het blijft vanochtend droog met de meeste zon in het noorden van het land, in het zuiden dus wat meer wolkenvelden en een temperatuur die al oploopt naar 19 tot 21 graden. Er staat een dus zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. Vanmiddag het geleidelijk aan wat meer bewolking, verder oplopende temperaturen naar 25 tot 27 graden en in het zuidwesten misschien een eerste regen of onweersbui. Vanavond breiden die buien zich iets verder uit. Naar het noorden, noordwesten en misschien ook wel naar het midden van het land. Temperaturen gaan langzaam omlaag naar een graad of 20. Morgen wordt het 25 tot maar liefst 28 graden. Er is ruimte voor de zon, maar in de loop van de dag ontstaan er ook weer regen en enkele onweersbuien. En de onweerskans is het grootst in het midden en noordoosten van het land. Donderdag in de ochtend droog weer, maar in de middag opnieuw een paar buien met opnieuw kans op onweer. Temperatuur doet een stapje terug naar 22 tot 24 graden. Vrijdag en zaterdag nog wat lagere temperaturen, 18 tot 21 graden wordt het dan. En beide dagen hebben we nog kans op een bui, misschien nog wel met onweer. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl